Hallo, welkom bij Pastorie de Waal. Ik ben Wessel, dit is Annette. Hallo, kom binnen. Wij woonden en werkten in Amsterdam. En eigenlijk was het zo hectisch de hele tijd. Wessel werkte op locatie met een kookbus. En als hij thuis was, was ik aan het werk in mijn atelier. Dus we dachten, we willen het anders, we willen alles onder één kap. Wessel wilde zijn werk veranderen, meer thuis zijn en mensen leren koken. Want er waren heel veel mensen die heel erg aan vroegen hoe bepaalde dingen gemaakt werden. Dus hij had een dag, nou, ik ga kookworkshops geven, ik ga catering doen. Nou, en misschien kunnen we een bed and breakfast doen. Ik heb toen net een film gedraaid op Texel. En ik vond het hier fantastisch. En dacht, nou, waarom niet naar Texel? In 2016 hier naartoe verhuisd. Ik kom mijn hele leven lang al op Texel. Mijn moeders familie komt van het eiland af. Mijn overgrootvader was bakker Kikkert uit de Weverstraat. Ja, en een deel van het... kookplezier kan ik ook in de ontbijten voor de bed and breakfast kwijt. Ja. Dus we bakken zelf het brood, veel Texelse producten, we maken veel zelfs jam. Het fijne is volgens mij bij ons bed and breakfast is dat mensen heel veel privacy hebben. Dit is een stukje huis, maar het achterhuis, wat aan het voorste deel is gebouwd, waardoor er een dikke muur tussen zit. En mensen hebben een eigen terras en eigen opgang. Toen we het idee hadden om een bed and breakfast te beginnen, dachten we, nou, willen we eigenlijk twee dingen goed doen. Dat is en een goed bed en een goed ontbijt. We zijn heel blij dat we deze stap gemaakt hebben. Het is een mooie rustige plek die zelfs in het hoogseizoen nog veel rust en privacy biedt. Voor ons, maar ook voor onze gasten.